Dag allemaal weer, hier Tristia, boek 4, gedicht nummer 10, de autobiografie van Ovidius, nu regel 55 tot 60. Hij heeft geteld hoe hij fan was en luisterde naar voorlezingen van andere dichters in zijn tijd, en nu gaat hij vertellen over zijn eigen rise to fame, zullen we maar zeggen. Ut quego maiores sic me coluere minores, nota que non tarde factatia talia meas. Hier een elisie van die A, dus daarom zeg ik. Van de E, sorry, daarom zeg ik meast. En zoals, ut is hier zoals, omdat het heeft een gewone indicatief bij zich hier zo. En zoals ik de majores, de mensen die groter zijn dan mij, dat is mijn voorgangers of voorouders misschien, in dit geval de ouderen, hè, de voorgangers misschien, vereerde, respecteerde, bewonderde. Zo. Vereerden, zo respecteerden de minor, dus mijn, de jongeren, de kleineren, de jongeren, mij. Dat is natuurlijk mooi opgeschreven, want we hebben hier eigenlijk, ja, zo half tegelijk soort van een parallelisme als een chiasme. Als je puur naar inhoud kijkt, dan is het een parallelisme. Dus ik en de anderen, ik en de anderen. A, B, A, B. Maar als je kijkt naar grammatica, dan is het een chiasme. Kijk maar. Ik is nominativus. Majoris is leidend voorwerp. Mij is leidend voorwerp. En minoris is onderwerp. Dat is het ABBA. Dat zie je ook in deze dingen. Dus dat is dan een chiasme. Dus dat is wel grappig hoe je er naar kijkt. Kijk je naar inhoud, dat is parallelisme. Kijk je naar grammatica, dat is een chiasme. Hoe dan ook, hij stelt zich duidelijk in die traditie. Er zijn ook mensen na hem gekomen die hem weer bewonderen. En hij zegt, en non tarde en niet traag, dat is natuurlijk een litotes voor snel, hè, vlot, spoedig, is mijn Thalia, dat is de muze van de komedie en van de herderspoëzie, toevallig, maar hij gebruikt het hier eigenlijk als metonymie voor gewoon de dichtkunst als het algemeen, in het algemeen, is mijn Thalia, oftewel mijn dichtkunst, nota, bekend, facta, gemaakt of beter gezegd geworden in dit geval. Want het is niet alleen een PPP van vaker maken, maar ook een PPP van fieri eigenlijk, of he, van worden. Dus en niet traag is mijn Thalia bekend geworden, oftewel mijn dichtkunst. Carmina cum primum populo juvenalia legi, barbare secta mihi bis semelve fuit. Cum primum. Toen, hier zit ik in, toen ik voor het eerst mijn Carmina Juvenalia, mijn jeugdige liederen of gedichten aan het volk, populos dativus legi, voorlas, perfectum vorm, was, voert, natuurlijk, hè, van Essen, was de baard, oftewel mijn baard, mihi, voor mij, bis we semelve, nou, we is of, en dat kan je dan daarvoor zetten, ofwel tweemaal, bis is tweemaal, ofwel semel, ofwel eenmaal, resecta, resecare, resectum ppp, ervan is afsnijden of afscheren, dus afgeschoren. Dus was mijn baard voor mij, was de baard bij mij, laten we zeggen, twee of eenmaal, of één of tweemaal, hoe je het wil zeggen, afgeschoren. Het leuke daarvan is, deze zin is natuurlijk ten eerste dat hyperbaton wat hier staat. He, als je dat zo hoort, de liederen toen ik voor het eerst aan het volk de jeugdige voorlas, he, zo hoort, klinkt het ongeveer, dan krijgt dus Juvenalia een best wel opvallend plek eigenlijk, want het gaat over zijn jeugdige liederen, nou, als het ware. En dan zegt hij dus dat hij dus, he, toen ik had hij pas één of twee keer zijn baard geschoren. Nou, wanneer doe je dat? Goed, ik moet even nadenken naar de chronologie. Hij kwam natuurlijk met 17-jarige leeftijd ongeveer naar Rome om daar ten eerste retorica te studeren. Dat wilde hij eigenlijk niet. Toen is hij toch maar gaan doen wat zijn vader dat zei. Maar toen is hij daar uiteindelijk toch weer gaan dichten. En is hij bekend geworden daarom. Ja, dat gaat allemaal niet zo snel natuurlijk, deze ontwikkelingen. Dus ja, op zijn minst 18 jaar, maar misschien nog wel 19 of 20, toen hij die dingen schreef. En het werd ook meteen, hij ging het voorlezen natuurlijk, want dat ging zo, ging hij testen of het een beetje in de smaak viel. Maar wat schreef hij nou voor een gedicht? En dat weten we, dat heeft hij al eerder gezegd, want hij heeft zichzelf in het vorige filmpje in de traditie gezet van, weten we nog,
Gallus, Tibullus en Propertius. Dat is 1, 2 en 3. En hij is nummer 4. En die schreven allemaal liefdesgedichten. Dus hij is als eerste begonnen met liefdesgedichten schrijven. En dat zegt hij ook. Movedat ingenium totam cantate per urbem nomine non vero dicta corinna mihi. Ja. Laten we dat maar eens even een beetje vertalen. Hij of zij heeft in beweging gezet, moveren is bewegen, dit gewoon in beweging zetten. Genium, het talent. Ja, mun talent, het gaat over het talent van Ovidius. Maar wie is het onderwerp? Wie gaat het over? Nou, cantata is een nominativus, het betekent bezongen. Dat is een ppb van cantare, zingen over, of bezingen. Een bezongene, iemand die bezongen is, natuurlijk een vrouw uiteraard, want het gaat over een liefdesgedicht. Per totam urbem. Hyperbaton hier, door de hele stad werd zij bezongen, dus werd ze was ook bekend en werd ook zijn liefdesgedichten misschien wel nagezongen. Maar wie was het nou? Nou, ten eerste even nomine non vero dicta, met een naam niet waar, met een niet ware naam dicta genoemd, Corinna, zo heette ze, maar toch niet echt, want dat was een valse naam, Mihi, en dat Mihi hoort eigenlijk bij dit. Want zij heeft dus zijn talent in beweging gezet. Nou, een normale Nederlandse volgorde is als de met een niet ware naam genoemde Corinna heeft bij mij, komma, door de hele stad bezongen, nadat ze de hele stad bezongen was, mijn talent in beweging gezet. Dat heeft natuurlijk moveren ingenium is natuurlijk een poëtische uitdrukking, een soort van, beetje metaforische uitdrukking als het ware. Het talent in beweging zetten uiteraard betekent zoiets als het talent wakker maken. Dat is ook weer een metafoor trouwens. Oké, de talent prikkelen. Zorgen dat je je talent gaat gebruiken. En zijn talent is uiteraard dichten. Maar die meisje heeft dus hem zo verliefd gemaakt dat hij wel moest dichten voor haar. Hij heeft zijn talent in hem wakker gemaakt. En toen heeft hij die gedichten geschreven en die gedichten werden door de hele stad gezongen. Maar hij heeft die Corinna wel een andere naam gegeven, want ze heette niet echt in het echt Corinna. Dat is met een lithotes ook weergegeven, non vero, niet waar, dus vals. En je kunt dan, ik zei het net dat Mihi daarbij hoorde, heeft bij mij in beweging gezet, maar je zou kunnen zeggen dat een dativus auctoris is een dativus van de handelende persoon bij dicta. Het is door mij met een andere naam genoemd. Dus dat zou ook nog kunnen. Die Corinna is dus de hoofdpersoon van de liefdesgedichten van Ovidius. En die heten trouwens de Amores, de liefdes als het ware. Nu is het zo dat volgens veel geleerden is die Corinna heeft hier nooit echt bestaan. Het is een fictieve figuur zelfs. Maar als we hier dus deze twee versen lezen, lijkt het dus erop dat Ovidius beweert dat het een echt meisje was, maar hij heeft een andere naam gegeven in zijn gedicht. Maar goed, of dat waar is, dat kunnen we natuurlijk onze afvragen. Goed, tot zover. Volgende stukje gaat meer in de richting van zelfkritiek dan weer. Tot dan.